Ruim een maand voor de WK-ploegentijdrit in Florence is de wereldbekerwedstrijd in het Zweedse Vårgårda een uitermate geschikte test waar de ploeg nu staat. Een dag voordat het startschot klinkt, gaat het Rabolift Giant Team het 42,5 kilometer lang Zweeds parcours verkennen. Even een paar kenmerkende of bepalende punten in het parcours goed in het hoofd zien te prenten waar het oplet is vanmorgen. Er zijn een aantal, het is continu wat heuvelachtig, dus dat vereist al aandacht, zeker met het wisselen. Er zijn een aantal, er is een viaduct in, er zit een klimmetje in, er zit een draaipunt in met, en dat klinkt heel stom, maar dat is, daar zitten 6 bochten in 300 meter. Dus dat zijn wel even technische dingen om goed in het hoofd op te slaan voor morgen. Niet alleen het parcours wordt verkend, er worden ook andere zaken bekeken. Je kijkt vooral een beetje naar de lengte van de renners. Maar ook naar potentiële snokkers, om het maar te zeggen. Dus die het tempo heel over de lucht in kunnen jagen. Maar daardoor ook een potentieel gevaar kunnen zijn. Om anderen eraf te knallen. Wat je dus niet wil hebben. Dus we proberen daar een beetje naar lijn in te zitten. Dus ook bijvoorbeeld tussen renners die heel goed zijn in bocht te nemen. En renners die daar iets minder goed in zijn. Dat is zeker belangrijk bij het keerpunt waar we 6 bochten achter elkaar hebben. Het is wel de bedoeling dat we daar met in één lijn doorheen gaan. En dat dan ook wordt gedaan door iemand die en de ploeg goed aanvoelt. En ook goed de bochten kan nemen. Het is de eerste echt serieuze ploegentijdrit van het jaar. Dus het is moeilijk in te schatten waar we nu staan. Maar de renners zijn goed in vorm. Ze zijn goed voorbereid. Dus ik verwacht er wel het een en ander van. En dan nabespreken hoe het gegaan is. Aanwijzingen geven en nog een rondje. De wind op de langstukken stond recht mee en recht tegen eigenlijk. Dus het wordt wel pittig denk ik morgen als hetzelfde is. Hoe belangrijk is zo'n voorverkenning nou? Nou ja, is toch altijd wel goed eventjes nog weer met elkaar rijden. En de meesten kennen het parcours hier wel. Dat is in deze wedstrijd misschien niet het belangrijkste. Wel even weer opfrissen van, oh ja, zo was het bochtje. En nou, even weer aan elkaar wennen, even de goede posities. En toch even kijken naar de wind. Kan zijn dat die morgen weer anders staat. Maar dan heb je het wel in je hoofd hoe die dan eventueel op het parcours staat. Dus dat is toch altijd wel even belangrijk. Ik denk dat er wel 4 ploegen zijn eigenlijk die er bovenuit steken. En dan heb je eigenlijk eerst Lululemon en dan Greenert, Zwij. En ik denk eigenlijk ook Wiggle dat hier wel toch wel dat we daar rekening mee moeten gaan houden. Maar ik denk eigenlijk dat we moeten toch zeker voor het podium gaan. En eigenlijk moeten we toch wel kijken of we voor die tweede plek kunnen rijden. En Lululemon staat er denk ik toch nog wat boven. Maar wie weet kunnen we het gat beperkt houden. Dat zou heel mooi zijn en een super generale voor het WK. Dus, heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in, ja.